eerst naar de serieuze zaken van deze week. Namelijk de raketaanvallen op Israël, de bombardementen op Gaza. Wisselen elkaar dagelijks af. Dit zijn maar een paar beelden van de afgelopen week. Bombardementen in de nacht. Israël is vastbesloten om de slagkracht van terreurbeweging Hamas te breken. De schade is groot. Hamas gaf vandaag deze beelden vrij van de zelfgemaakte raketten waarmee ze Israël bestoken. Het waren er meer dan 1500 de afgelopen dagen. En ze worden niet allemaal door het afweersysteem van Israël onderschept. Er blijven raketten inslaan. Schrijver Leon de Winter, die uiteraard het conflict goed volgt en dat al jaren doet. Leon, laten we het hebben over de achtergronden. Laten we een paar van die partijen erbij pakken. Hamas. Hamas heeft inmiddels 1700 raketten. 2500. Het gaat harder dan ik dacht. Op Israël afgeschoten. Wat is het doel van Hamas? Wat willen ze? Nu is het een kwestie van volhouden. De eerste salvo's waren een boodschap aan president Abbas van de Palestijnse Autoriteit. Aan president Abbas, niet aan Netanyahu. Nee, die staat hier buiten, de Israëlische overheid. Het was een signaal, het was een reactie op het afzeggen van door Abbas van de Palestijnse verkiezingen. Die niet kon winnen en had een excuus nodig. En fokte de boel goed op, al wekenlang voor de rellen bij de Al-Aqsa-moskee. Dat liep uit de hand. En Hamas dacht, nu nemen wij de boel over. We zorgen dat die verkiezingen op een bepaalde manier toch komen, namelijk door raketten af te schieten. En iedereen weet dan, wij zijn de baas. En vervolgens reageerde Israël erop en toen moesten ze door. Hamas weet op het moment dat zij raketten af gaan schieten, reageert Israël. Ja, als je die bombardementen niet wil, moet je geen raketten afschieten. Dat ligt erg voor de hand. Zo werkt het niet. Waar het om gaat is om duidelijk te maken aan de Arabische wereld. Wij kunnen dat. Wij zijn nu de nieuwe leiders aan het front. Wij schieten zomaar raketten af op Tel Aviv. En wij zijn bereid, hoewel bereid niet de leiders, want die zitten in die onderaardse stad. Een soort metronetwerk à la Londen, maar dan onder Gaza, waar heel veel geld in is gestopt. Daar zitten dan de leiders. Wij zijn bereid de last daarvan te dragen. Want voor ons is het doel van de vernietiging van de staat Israël zo heilig dat ongeacht de prijs, wij gaan hiermee door. Nou, die last wordt gedragen door de bevolking van Gaza. Maar daar wil ik zo op komen. Ik ben naïef wellicht. Gaza is dicht, komt niks in of uit. Hoe komen ze aan 2500 raketten? Wie betaalt die dingen? Omdat de grens met Egypte lijkt dicht, maar die is zo poreus als water. Daar lopen ook die tunnels onder en daarbij. Wiert de corruptie bij de Egyptische grensbewakers. En dan krijg je dit. Dat zijn grote voorraden aan raketten die daar klaar liggen, ondergronds en naar boven gehaald worden. Er zijn werkplaatsen. Dus dat is een hele onzichtbare economie die dit mogelijk maakt. En wat je dan... Sorry? De rol van Iran. Ja, dat wou ik ook. Kijk, en dat is wat onder dit weer ligt, dat is de strijd van Iran. De Iraanse leiders die Israël een kankergezwel noemen. En dat kankergezwel moet worden weggesneden. En daar zijn een paar middelen voor om Israël weg te krijgen. Dat lukt niet in een gewone standaard oorlog van legers die op elkaar botsen. In dat opzicht is Israël onverslaanbaar. Maar via raketten. Er liggen 150.000 raketten bij Hezbollah klaar in het zuiden van Libanon. We hebben nu gezien, Hamas is in staat zo tussen de 100 en 150 raketten tegelijkertijd af te vuren. 10% kan de Iron Dome niet opvangen. En die komen het afweersysteem van de Israëli's. Het komt ook verder. Want ik hoor mensen die contact in Israël hebben, die zeggen, ja, maar ook wel heel veel op Tel Aviv en zelfs op Jeruzalem. En dan wordt het natuurlijk gevoelig. Hamas, dat weten we allemaal, Hamas zet die dingen neer op plekken, laat ik zeggen, niet in het open veld, de lanceerinstallaties. Die staan vaak bij scholen, ziekenhuizen, druk bezette appartementen, complexen. Dat weet ik. Hoe ga je daar dan mee om? Israël zou kunnen zeggen, wij worden aangevallen, maar wij zijn de beschaafde bovenliggende partij. Wij slaan niet terug.
Is dat geen optie? Hoe kom je daarbij? Dat nee, dat, daarvoor zou je voor kunnen kiezen, toch? Ja, daar kun je voor kiezen. Denk je dat dan ophoudt, dan wordt het natuurlijk alleen maar erger. Maar, ja, maar waarom zou je dat doen? Er is... Omdat je geen... Nee, natuurlijk is er geen oplossing. Dit is het Midden-Oosten. Ja, kijk, kijk naar de... Libanon is kapot gegaan. Syrië is kapot gegaan. Jordanië blijft overeind dankzij steun van Israël. Egypte blijft overeind dankzij steun van Israël. Als je niet oog om oog, tand om tand kunt handhaven in dat deel van de wereld... Is een verschrikkelijke gedachte. Ja, het is somber maken, toch? Want waarom was het in de tijd van Rabin 1995... En jij weet er veel meer van af, hè? Toen was het wel mogelijk om tot die Oslo-akkoorden te komen. Toen dacht ik... Werd gevolgd door een golf van aanslagen. Dat weet ik, maar je had daarvoor had je een leider, Rabin... die wel zich in zijn gezicht liet slaan en niet gelijk terugsloeg. Nee, dus Rabin was een keiharde generaal. Daarvoor, maar hij heeft wel die Oslo-akkoorden. Hij heeft wel de akkoorden, maar met pijn in zijn hart... kwamen er naar grote golven aanslagen. Nu heb je zo'n beweging van Israëlische ouders en Palestijnse ouders... die ook probeert... Gelukkig, ja, is prachtig. Het is mogelijk geweest. Tot de eerste intifada was het mogelijk. Er waren geen grenzen. Palestijnen gingen vrij naar het strand van Tel Aviv. Israëli's gingen naar de stranden van Gaza. Er was over en weer verkeer. En dat is een van de tragedies. En heel veel, die lijst is lang van tragische momenten. Die eerste intifada die heeft kapot gemaakt de toenadering die toen ontstond. Mensen hadden voordeel om met elkaar om te gaan. Misschien zaten er ook hele hevige sentimenten onder. Maar dat werd nog onderdrukt. En dat explodeerde in 1987-88. Het wordt nog vervelender, naarder, naargeestiger, somberder. Als je ziet wat er nu binnen Israël gebeurt. Dat Arabische... Ja, daar was ik aanvankelijk ook heel somber over. Ik heb daar inmiddels het afgelopen jaar heb ik me daar behoorlijk in verdiept. Want ik wilde weten, wie zijn die mensen dan? Wie doen dit? En? Dat zijn dezelfde jongens die wij ook in Nederland hebben gezien... toen ze gingen rellen bij de lockdown. Dat zijn maar de opgefokte jongeren zonder perspectief, werkloos... een jaar opgesloten gezeten. En heerlijk een argument hebben om te mogen te kunnen rellen. Dus hoeven we ons daar niet zo zorgen om te maken? Ik maakte me meer zorgen begin toen dit begon dan nu ik weet... Welke groepen het zijn, het grootste deel van de Israëlische Arabieren... of Arabische Israëli's, hoe je ze ook noemt, die zijn het hier niet mee eens. Die zitten hier ook naar te kijken. Dat zijn mensen die gewoon hun werk willen doen, die de winkels willen openhouden. Net aan jou noemt het lynchings. Ja, lynchings. Door beide groepen. Beide groepen, zeg. Ja, ja. Joodse hooligans, de ultra's, de voetbalfreaks. Aan de ene kant, aan de andere kant Arabische jongeren... die dezelfde heftige manier van reageren hebben. En daarbij, ja, daar komt altijd bij... geef jongeren, jonge mannen, een reden om te rellen en dingen kapot te maken. En dan duiken ze erop. Ik noemde net aan jou, na 4 verkiezingen in 2 jaar tijd... leek het er bijna op dat er om hem heen... een hele onwaarschijnlijke coalitie van andere partijen gevormd zou worden. Van Yair Lapid, van links, van heel rechts... van Arabische Israëli's die voor het eerst mee zouden doen. Is nu natuurlijk nu geen sprake meer van. Nee. Dit komt net aan jou buitengewoon goed uit. Cynisch, maar waar. Hij heeft er niet om gevraagd, maar hij zou gek zijn om te laten lopen natuurlijk. Het komt hem goed uit. Briljante politicus, daar hoef je niet omheen te draaien. Briljant. Dus hij zal... Ja, hij is briljant. Om in die streek 10 jaar lang premier te zijn en te overleven... en zoveel en meer vrienden toch te maken dan vijanden... Als dat het doel dan is, persoonlijk gewin, dan is die heel briljant. Nee, ze heeft niet persoonlijk gewin. Het gaat om het overleven in veiligheid van de staat Israël. Dat is zijn doel en dat is hem gelukt en dat is briljant. Ja. Met onder andere Marokko en al die andere landen. Ja, ik begrijp, Hans, dat jij er natuurlijk anders in staat. Ik wil nog even naar Nederland, want premier Rutte heeft gereageerd. Israël gesteund, zal je deugd doen. Maar vervolgens waren er ook weer een hoop reacties. En dat mag natuurlijk, iedereen kan zijn eigen mening hebben... die daar niet mee eens waren. Maar eentje sprong er wel uit en ik dacht zo. Bijeen, Sylvana Simons, officiële partij in ons parlement... die zegt, het is een schande dat Nederland zich... achter deze etnische zuivering en apartheid schaart. Ja, welke etnische zuivering is dat? Ja. Wat is de etnische zuivering hier? Nou, blijkbaar van de Palestijnen. Volgens Bijeen. Ja? Ja. Oh, nou ja, ik zou daar graag meer van willen weten. Gaza had in 1950 200.000 inwoners en nu 2 miljoen. Dus als hier iets etnisch gebeurt, dan is dat wel heel erg onhandig gedaan door Israël. Of bedoelen ze dan het probleem van de rechtszaak in Jeruzalem?
Is dat misschien wat er... Ik weet niet wat ze... Nee, etnische zuiveren. Ik dacht misschien dat jij daar... Ik zeg het natuurlijk ook omdat het de toon van het debat aangeeft. Dit zagen we in Londen, maar ook in Amsterdam al dit weekend. Deze posters, laat maar even zien, jongens. Wat is het ook alweer? Israel's killing children again. Enjoy your weekend. Dit komt ook de verhoudingen bijvoorbeeld hier in Nederland ook niet ten goede. Nee, dat is een wereldwijd verschijnsel. Ik vind het jammer dat deze mensen zich kennelijk geen zorgen gemaakt hebben over die 85 schoolmeisjes in Kabul die opgeblazen zijn, waar we nauwelijks aandacht voor hadden deze week. Dat waren er ook, dat was ook. Of de 6000 moslimslaven in Qatar, daar moet je ook over demonstreren. Als je ergens over druk maakt, maak je dan over veel meer druk, want er zijn nog veel meer misstanden in de wereld dan dit. Qua oppervlakte en zelfs qua aantal slachtoffers, hoe erg dat ook is. Een redelijk beperkt conflict. Maar we zien het wel elke dag op televisie. Hoe breek je dan door dat oog in oog, tand om tand heen? Want dat is toch uiteindelijk aan allebei de kanten is de normale bevolking is te dupe. Dat komt door de Nakba. Op 29 november 1947 nam de Verenigde Naties resolutie 181 aan. De deling van mandaatgebied, dat beheerst werd door de Britten. En de Arabieren weigerden dat. En 7 Arabische legers vielen op 15 mei, de Dankbaardag, dat hele kleine prille staatje, dat net een dag bestond, Israël aan. Dat is het begin. Daar is nooit wat aan veranderd. Zodra dat aanvaard wordt door Palestijnen en de grenzen weer open kunnen, wat zou dat fijn zijn? Dat je weer, want ik ben er nooit geweest, maar ik hoorde van vrienden, de stranden van Gaza zijn de mooiste van het hele Midden-Oosten. Moet je eens voorstellen wat daar mogelijk zou zijn. Maar wat altijd geweigerd is door Hamas. Het uitbreiden van gebied, maar bouw daar eilanden. Egypte is bereid geweest een deel van de Sinaï af te staan om het grondgebied uit te breiden. Dit zijn ook mooie idealen. Nou, ja, maar... Laten we hopen. Maar het lukt niet. Hans, ja, nee, kijk, we gaan hier niet de Israëlisch-Palestijnse kwestie oplossen. Lam, jammer. Waarom niet? Helaas. Dat kunnen we toch eventjes nog. Nou, zullen we dat een ander keertje doen? Ik wilde naar ons koningshuis. Mag het? Kort, oké. Die nederzettingenpolitiek van Israël, die maakt het natuurlijk extra lastig. Ja, zeker. Ja. U zegt van, er is een oorspronkelijke staat Israël en die heeft recht van bestaan en die moet ook beschermd worden. Maar dat voortdurend maar naar het oosten toe opdringen ten koste van die Palestijnen, dat maakt de zaak echt van niet. Zeker, maar er zijn een groot deel van wat we dan settlers noemen, die zijn ook bereid, als daar een moderne Palestijnse democratische staat zou zijn, om daar te blijven en staatsburger van die nieuwe staat te worden. Alleen, dat is onmogelijk. Je kunt als Jood geen Palestijns burger worden. We gaan over deze discussie, gaan we het er niet nu eens worden, maar ik wil je wel ontzettend bedanken voor je aanwezigheid hier en jouw perspectief. Dank.